dat jullie kijken naar deze nieuwe video op ons kanaal. We gaan vandaag een staltour doen. Het is echt heel erg lekker weer buiten. We wisten eigenlijk niet wat we gingen filmen, maar we wouden al heel erg lang een staltour doen. Dus vandaar komt vandaag een staltour. Blijf kijken. Doei! Oké, we staan nu voor de kleine staldeur. Ik denk dat jullie het wel kunnen zien daar zo. En er is ook nog een grote staldeur, die zit daar zo. Alleen daar kunnen we nu er doorheen, omdat de jongens bezig zijn met de boot wassen en de boot er dus voor staat. Ja. Dus moeten we maar even met de kleine staldeur doen. En we gaan nu naar binnen. Ja, we gaan nu even naar binnen. Zo, yes. Kom maar. Oké. Nou, gaan we nu naar binnen. Daarna doe je even de deur dicht. En dan komen we meteen binnen. En dan zien we meteen dit. Dat zijn dus alle hooivorken, mestvorken, bezems en dingen weet ik van wat. En die staan op de poetsplaats. Momenteel staan er op de poetsplaats twee kruiwagens. Want ja, we kunnen dus niet via de grote staldeur uit. Dus kunnen we ook niet de kruiwagens wegbrengen. Hier hebben we ook nog een slang om de en die loopt zo en dan die kraan. En daar zie je alle zorgspullen voor de ponies. Ja. En ja, dat kan Nadia weer filmen. Nou, dan lopen we verder en dan zien we hier iets. Kijk, en hier zijn de beugels van Lefro. Hier staat de riem van Moritz en hier de mesting. En hier de kattenbak en hier de halsters van Moritz en Lefro. Ja. Nou, en dan gaan we hier zo de stal in. Dit is de stal van Lefro. En dit is de eerste stal, zeg maar. En het is hier een beetje vies, maar goed, Lefro maakt er echt een zwijnenstal van. En dit is de stal van Lefro. En het lijkt hier eigenlijk net de tralies. Ja, want hier heb je zeg maar zo. Ja, de tralies kun je niet heel goed zien door het zonlicht. Maar kijk, dit heb je dus. Het is gewoon een raampje op de beide. En daar heb je die hele grote. Ja. En daar heb je zoublok voor de. Ja, gewoon aan het drinken. Ja, dat vinden ze lekker. En hier heb je meteen de. De katstok, soort van. Ja, en hier staan dan de stalschoenen, de slippers. En hier staan dan allemaal jassen van ons allemaal. En hebben we. Stal van Cascarella. Hier hebben we de stal van Cascarella. En die is echt, dat is de grootste stal. Die is echt mega groot, gewoon. Dus ja. Dan gaan hier nog een houten ding. En daar hangen allemaal dingen op. Oké, hier hangen de zweepjes. Hier hangt normaal het hoofdstel van Cascarella, maar die is nu aan het rijden. Dus die hangt er nu niet. Dit is, hier hangt het hoofdstel van Lefro. En dit is het grondwerk ding voor Lefro. En zijn gewoon hoofdstel, weet ik niet waar die hangt. Dit is Moritz zijn hoofdstel. Hier liggen alle caps. De caps van Carmen, testcap, mijn cap en gewoon een reservecap. Heel mooi. Ja. En hier hebben we allemaal mandjes waar allemaal dingen in zitten. Handschoenen, een spul voor de hoeven, de halster, spacecap voor Moritz, spacecap voor Cascarella, logeertouwen. En hier nog een matje en daar ook nog een mat en daar ook nog een mat. Ja, we hebben hier veel matten liggen. Dan hebben we hier een groot whiteboard. En daar staan alle klusjes op. En, bijvoorbeeld hier de opbouw van de weideseizoen. En dan staat hier week 1, 1 uur, 2 uur. Ja, en onze klusjes. Schema, allemaal. En stalschans, jongens. Het staat ook gewoon stalschans. Ja, want dat was eigenlijk de stalnaam. Ja, en toen hebben we het ook gewoon gebruikt voor ons YouTube-kanaal. Yeah. En hier staat eigenlijk de stal van Moritz. Yeah, kleine Moritz stal. Die jullie al zagen. En Moritz die ligt nooit aan zijn zoutblok. Dus die ziet er nog helemaal mooi uit, dus. Ja, dat is een beetje jammer. Ja. Oké, nou, er staat hier een, wacht even kijken, hier zijn we dus al, daar is de grote staldeur waar we net stonden, dus we zijn nu hier. Hier zit het kattenmandje van de poezen, daar slapen ze 's nachts op en daar staat een voerbak en drinkbak en een schaaltje waar ze normaal op eten. En hier. Dan zijn we hier aangekomen en hier zie je dus de biks. Ja, er zit een brok in voor de paren. Ponies die ze echt lekker vinden. Ja. En de wortels. Alleen het is niet zo handig dat die bij Moritz staat. Want elke keer als je zijn staldeur ook maar een keertje open laat staan, dan vliegt hij gelijk af op de wortels. En dat is echt vreselijk irritant. Dus ja. En nou gaat Nadia de, hoe heet het, zadels laten zien. Laten zien. Zadel van Moritz. Ja, ik kan er niet heel goed bij. Maar dat is de zadel van Moritz. Ook bruin, bij pas bij hoofdstel. Dit is een bedje van Lefro met zijn zadel eronder.
Dit is Cascarelle zadel. Hier liggen dan alle dekjes. Ja, moordsendekje, mijn dekje. Ja, alle dekjes hebben die van me op. En nu gaan we naar de kast. En hier zie je dan, dit is de plank van Sabine. Dit zijn de plank van de poets. Tassen. Spullen. Die staan daar. En hier zijn ook allemaal spullen. Ik weet niet wat er allemaal ligt. En daar staat mijn poetskist. En dan, ja, wat denk je dan hier? Hier is gewoon... Leidingen, weet ik veel wat. En daar staan ook de tassen voor de laarzen. Ja, dus helemaal top. Nou, dit was onze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Misschien was het wel een beetje hectisch. Maar ik vond het wel heel leuk om te maken in ieder geval. Ik ook. Like en abonneer even op ons kanaal. Dat zullen wij super leuk vinden. En ik kwam lekker uit mijn woorden, maar maakt niet uit. Zien jullie de volgende keer weer. Doei! Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe video op dit kanaal. We gaan vandaag een staltour doen. En dat leek ons wel leuk, want ja, het is toch wel een beetje leuk om te laten zien. En het is nu echt super lekker. Oké, dit was onze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Misschien was hij wel een beetje hectisch. Maar toch wel, ja. Gaan we weer. Oké, dit was onze video. Hij was misschien wel een beetje hectisch. Maar ja, ik vond het wel leuk om te maken, eerlijk gezegd. Ja. Like en abonneren op...